En dan de tragische dood van de 43-jarige Mostafa Taleh voor zijn vrienden Nasser. Want op maandagavond 18 februari werd deze uit Iran afkomstige asielzoeker onder raadselachtige omstandigheden in Oosterwijk vermoord. En het is extra tragisch omdat hij 3 dagen van tevoren, na 12 jaar wachten, eindelijk zijn verblijfsvergunning had gekregen. Ondanks uitgebreid onderzoek hebben we nog geen idee over wie Mostafa heeft vermoord. En ook niet over het waarom en zelfs niet over het waarmee. Daarom roepen we uw hulp in om mee te denken. Want wat is hier nou die avond gebeurd? Waarom is Mostafa vermoord? Had hij vijanden? Was hij ergens bij betrokken? En omdat we ook informatie verwachten vanuit de Iraanse gemeenschap, hebben we deze zaak ondertiteld in het Farsi. Maandag 18 februari. Tegen 10 uur 's avonds rijden 2 collega's vanuit het werk naar huis. Op de Vennelaan in Oosterwijk zien ze opeens iets op de weg liggen. 112! Ze proberen de man te reanimeren, maar het is tevergeefs. De hulpdiensten constateren dat de man is overleden en dat hij met geweld om het leven is gebracht. Hij is neergestoken. Het is de 43-jarige Mostafa Taleh. Helaas weten we alleen dat hij met een scherp voorwerp is gestoken. Als iemand meer weet over het moordwapen, laat het ons dan weten. Mostafa of Nasser Taleh wordt op 2 juli 1969 geboren in de Iraanse hoofdstad Teheran. Het is een rustige, introverte man die een teruggetrokken leven leidt. Maar in 2001 ontvlucht hij zijn geboorteland en vraagt hij asiel aan in Nederland. De asielaanvraag wordt afgewezen. Maar Mostafa blijft proberen hier asiel te krijgen. Na omzwervingen bekeert hij zich in het Friese Borchem, na veel bezoeken aan de kerk en bijbelstudie, tot het christendom. Als Mostafa dan opnieuw asiel aanvraagt, geeft hij aan bang te zijn, om vanwege zijn geloof in zijn vaderland vervolgd te zullen worden. Een terechte angst. Op 15 februari van dit jaar krijgt hij eindelijk zijn zo vurig gewenste verblijfsvergunning. En dat is een hele opluchting voor Mostafa, want nu kan hij veilig en rustig zijn toekomst gaan opbouwen. En hij wil zich vestigen in Brabant, want via de kerk heeft hij daar een aantal mensen leren kennen. Mostafa besluit zo snel mogelijk naar Brabant te vertrekken. En tot hij zelfstandige woonruimte heeft gevonden, in het AZC bij Oosterwijk te logeren. Op maandagochtend 18 februari vertrekt hij vanuit het Groningse Ter Apel, waar hij zijn gesprek met het IND heeft gevoerd. Hij reist met het openbaar vervoer via het AZC in Burgum naar Den Bosch. Rond 8:15 op die maandagavond, 18 februari, komt hij aan op station Den Bosch. Daar stapt hij rond 8:30 in bus 140 naar Oosterwijk. En ook in de bus is hij nog gefilmd. Om 8:45 stapt hij uit bij de halte Weverstraat op de Terburgtweg, nadat hij de chauffeur de weg heeft gevraagd naar het AZC. Het zijn de laatste beelden waarop Mostafa levend te zien is. Vanaf deze plek moet Mostafa nog 2 kilometer lopen naar het asielzoekerscentrum dat een stuk buiten de bebouwde kom van Oosterwijk ligt. Even verderop in de Schout van Engelenstraat in Oosterwijk zien 2 surveillerende agenten een man lopen die hen wenkt. De man vraagt de weg naar het asielzoekerscentrum. Met behulp van een kaart wijzen ze hem de weg. Mostafa heeft op zijn route nog met meer mensen contact gehad. Zo zou er vlak nadat de politieauto wegrijdt op de Schout van Engelenstraat een man naar Mostafa zijn toegekomen die hem leek te kennen. De man liep een stuk met hem mee via het Burgtweide pad naar het Klompving. Bij de brug raken de 2 mannen in gesprek met een man en vrouw. Heel graag willen we weten wie de man is geweest die Mostafa heeft geholpen met het dragen van zijn tassen. Dus bel ons met al uw informatie. Vermoedelijk is Mostafa vanaf het Klompving vervolgens via het Zwarte Wegje alleen verder gelopen naar de Vennelaan. Rond 9:50 die avond is hij daar nog billend gezien. Even later zou Mostafa weer gezien zijn als hij hier op de Vennelaan om ongeveer 9:45 naast een auto zou hebben gestaan. En dat is maar ongeveer 200 meter verwijderd van het AZC. En die auto heeft een buitenlandse kentekenplaat. Hij is wit met zwarte letters en cijfers. En naast die auto zouden ook nog 2 mannen hebben gestaan. Nou, wie die 2 mannen waren en wat er daarna is gebeurd is niet bekend. Maar kort daarna werd Mostafa hier gevonden aan de Vennelaan met een fatale steekwond. Als u nou weet wie die 2 mannen zijn geweest, schroom dan niet en bel. Maar niet alleen voor antwoorden op deze concrete vragen hebben we uw hulp nodig. We willen u uitdrukkelijk vragen met de politie mee te denken over wat er kan zijn gebeurd op maandagavond 18 februari. Waarom werd Mostafa Taleh neergestoken? We willen u vragen open naar alle omstandigheden en feiten te kijken. Wat zou er volgens u gebeurd kunnen zijn?
Misschien zet uw idee de politie op een nieuw spoor. Alle details over de moord op Mostafa vindt u bij ons op de site bureaubrabant.nl of surf naar politie.nl. En natuurlijk kunt u ook bellen met de tiplijn 0800 60 70 of eventueel naar Meld Misdaad Anoniem met al uw tips over de moord op Mostafa Talee.